Ik ben een aantal keren ben ik benaderd door ouders waarvan de kinderen naar Nederland zijn gegaan, want die wilden graag in Nederland op hbo-niveau studeren. En jammer genoeg lopen ze tegen best wel heel veel dingen aan als ze in Nederland zijn. Dat is ten eerste de Nederlandse taal. Die is natuurlijk, dat is hier een heikelpunt. Het wordt natuurlijk logisch, het is jullie taal, hè, papiamento, daar ben ik niets op aan te merken, mag ik ook niet doen. Maar als men in Nederland wil studeren, wordt dat wel een probleem. Dus wij geven ook in ons tussenjaar dan door de hele rode draad, zeg maar, Nederlandse taal. Want ze komen in Nederland op een hogeschool, daar wordt college gegeven en men houdt echt geen rekening mee met die lieve dame of jongen van de Cariben die hun Nederlandse taal niet zo goed beheersen. En dat is al een desillusie, daar begint het al mee. Dus ik heb gedacht, daar moeten we sowieso iets aan doen. Er zijn hier genoeg stichtingen die de studenten opvangen, maar echt opleidingen, korte cursusjes, trainingetjes doen, dat gebeurt niet. Nou, wat ik dan van plan ben, is de Nederlandse taal goed doen. Daarbij natuurlijk de cultuur van Bonaire vertellen, hè, want ze moeten dat ook wel over kunnen brengen aan hun medestudenten. Maar ook de cultuur uit Nederland. We gaan ze coachen, maar daarbij gaan we allerlei trainingen doen. Trainingen projectmanagement, een trainingetje middelmanagement, human resource, legal, financial. Zodat ze gedurende dat tussenjaar kunnen proeven. Dat lijkt mij nou leuk. En dan kunnen ze ook gericht naar Nederland. Nu zoeken ze vanuit Bonaire, via online, zoeken ze een opleiding en denken, het lijkt me wel leuk, ik ga dat maar doen. En dan komen ze in Nederland en dan hebben ze al ellende met de Nederlandse taal. Maar dan hebben ze ook een studie gekozen die ze eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Wat gebeurt er dan met deze mensen? Die vinden het gewoon helemaal niet prettig in Nederland. Raken totaal gedesillusioneerd. Gaan misschien wel op straat. Verkeerde mensen. Nou, we weten het allemaal. Of ze komen hier naartoe, naar Bonaire. En daar gebeurt hetzelfde. Want ze hebben hun opleiding niet afgemaakt. En mijn probleem, mijn missie is, wij moeten de jeugd van Bonaire stimuleren hoger op te komen, goed te studeren, want daar hebben we wat aan straks. Maar dat ze ook wel gemotiveerd naar Nederland gaan. En dat is mijn missie. En dat wil ik echt in orde hebben nu voor ze. Het kost natuurlijk ook een hoop geld, dus daar zijn we ook mee bezig met Nederland, dat we gefinancierd worden. Want de ouders, ja, weten we ook allemaal, en dat is ook mijn punt, hè. Er zijn hele rijke mensen, niet te veel, maar dat zijn meestal de Nederlanders. Maar zeg hier even op Bonaire, we hebben ouders die het misschien wel kunnen betalen, maar over het grotendeel kunnen de ouders het niet betalen. En daar moeten we wat aan gaan doen. We hebben het ook van de week weer gezien, de armoede, hè. En ik had graag meegelopen, maar ik heb twee kunstenaars. Knieën, dat kan ik allemaal niet. Maar ik ben daar, denk ik, waar die ouders hebben ook recht om hun kinderen te laten studeren in Nederland. En daar ga ik voor. Het is aanstaande zaterdag, allemaal laat. Van 10 tot 11:30 hier bij ons, bij de leslokalen. Ik heb hier 5 leslokalen. We gaan hier beneden zitten. Iedereen is welkom en we gaan het vertellen. En dan maar afwachten hoe de reacties zijn.